Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Goeiedag. Hoi. Hallo. Goedemorgen. Zijn croissantjes gewone? Ja, hamkaas. Hamkaas, heb je gewone? Dit zijn gewone. Doe maar 3. Oké. Dat was hem voor mij. Ja, ik denk nog wel aan de lokale slager. Huh? Ja. Wat vlees waren? Rode ham, Kulburgen. Kulburgen. Ja? Kom er meer vanaf. Kraai, niks goed. Doe hè. Ja, een wedstrijddag, dat is 's morgens veel, is het eigenlijk relaxed. Vroeg wakker worden, want ik ga er meestal vroeg uit dan, want dan heb ik een vrije morgen. En dan ga ik het jachtveld in. Vanmorgen nog even op kraaien geweest, omdat er heel veel overlast van is. En ja, in de natuur dan ontspan ik me. Dan, het is niks leukers om buiten te zijn, lekker in de frisse lucht. Dan is het even daarna weer even relaxed, even op de computer. Ik moet nog een aantal dingen doen. Straks op de club moet ik ook nog even weer bezig op de computer voor de volgende wedstrijd, Utrecht. Maar het belangrijkste is natuurlijk vanavond de beker. Want je moet pas per wedstrijd naar wedstrijd gaan. En die moeten we goed afsluiten. We moeten in de koker, zeggen we. Daar gaan we vanavond alles aan doen. Dan hebben we eigenlijk de opstelling al klaar. Dan komen we bij elkaar. Ik ga eerst nog even met een aantal jongens trainen, omdat die er niet bij zitten om blessures en iemand die er nieuw bij gekomen is. En eigenlijk is het dan weer hangen voor ons en voor mij, voor de trainers, om te wachten tot de wedstrijd begint, want dan kun je weer wat gaan doen. Ja, een beetje met de jongens praten tussendoor, maar het is, een wedstrijddag is een hangdag. Mijn coronahokje. We zijn allemaal verdeeld om geen risico te lopen. Hier is mijn hokje. Het hoeft niet mega zwaar te zijn vandaag. Dus we hebben ongeveer RPI 6, 7. Ja, 10 minuten warming up. Dan pak ik daarna paas en trapvorm. Daarna gaan we naar verdedigend technisch 1 tegen 1. Dan gaan we nog wat afwerken. Zullen we dan kunnen ook die 1 tegen 1 opbouwen? Uitbouwen naar 1 tegen 1 met afwerken richting groot doel? Ja, dat gaan we doen. Aan de zijkant, kunnen we aan de zijkant in het midden. We kunnen verschillende dingen doen. En dan pakken we 4 doeltjes. Doen we er 2 doeltjes in het grote doel zetten. Voor de aanvallende speler. En dan zetten we hier ook 2 doeltjes neer klein. Voor verdedigend. Ja. Pak, dan kunnen ze hier ook nog. Tijd goed houden, die zit wel goed. Ja. En, kun je veel leren. Zeker, daarvoor ben ik hier. Precies. En plezier hebben. Oh,
Dat is ook belangrijk, hè? Twee. Hoi. Oh. Ook twee. Oh nee, dit is drie. Hoi, hey. Tuurlijk. Nog eentje van deze. Nou, dingen tegelijk doen wordt het lastig, hè? Je moet talk, then you... Oh. Op hem spelen, kom maar, tak. Op hem spelen, strak in de voeten. Zeker op dit veldje. Eigenlijk moet die lijn, daar moeten ze overheen dribbelen. Over die lijn daarin. Ja? En hier zit een lijn. Ja, dus het liefst heb ik dat je hem daarop aandrukt. En dan kijk, het mooiste is, hup, lichaam ertussen en klaar. Dat is helemaal technisch mooi verdedigen. Waar ik naar kijk is technisch verdedigen. Technisch verdedigen, ja. Hoeft nog niet, straks komen er wel punten bij en dingen, maar het gaat om technisch verdedigen. Daar is lichaam gebruiken, Noah. Daar is lichaam gebruiken, Noah. Hé. Hey. Maar zeg het nog, hé. Hey. Kai, stel staan. We playen in 5-3-2. We had some clips from last game, friendly game we played. I'll show you some clips, ja? Yeah? Let me see. Oké, okay. En stop. This is what we talked about yesterday, position game. I already talked with her. For example, Jackie has the ball, right? He's playing with me, I'm his colleague. I go towards Jackie, that means I think, hey, I'm close now, I go to Jackie. If you work hard and you help each other, and it doesn't matter for us, if you make maybe 20 mistakes, doesn't matter. Only thing we want to see is a reaction. Yeah? Lose the ball, pop, direct druk. Yeah? Maybe inside of 30 meters. Do it. I forgive, we forgive you every mistake you make in the game. Oh ja, sorry. Dus even kijken, Nelly. Nou, kom maar, lekker scherp, boys. Gelijk goed beginnen. Geen kans geven. Kom maar. Dat is goed, Tim. Kom maar. Ja, gaan. Kom maar. Goed, kom maar. Kom maar, kom maar. Kom maar. Gelijk bij rijden. Kom maar, hop. Kom maar. Deze warming up, ja, ik liep een beetje door. En nu heb je genoeg gedaan. Hartslag. Nee, goed. Moet je soms hebben. Je moet even over dat dode punt heen. Over dat dode punt heen. Ja? Ik niet zoveel te... Nee, precies. Wie maar Del. Kom maar, hap. Hier Del. Hier Del. Ja. Gelijk te zijn. Gelijk te zijn. Inspelen, doorbewegen. Inspelen, doorbewegen. When we lose the ball, I want to see a bunch of wild dogs. Wild dogs. Yeah, get the ball as fast as possible back. Yeah? Don't get the ball back in soccer straight away. Yeah, help each other. Come back again. Come on. Mickey. Kom op, gas geven. Hou weg, jongen, kom maar. Jeffy, kom aan. Hou wie. En dan, succes. Nou, we denken dat we nu geforceerd moeten voetballen in het begin. Maar misschien moet je eerst even ietsjes en dan kom je wel aan het voetballen. Je komt wel aan het voetballen. We zijn nog allemaal slordig. Lucas, goed zo, Lucas! Hensbal. Hij heeft hem vast. Kom aan, boys, erbij! Ja! Tjoep, die moeten wij hebben. Goed. Dat is een goede bal, hoor. Oh, hij wordt gewoon vastgehouden. Hé, hey, hij wordt vastgehouden. Wat wil je nog meer? Denk je dat hij vanzelf stopt? Je kan gewoon naar de grond toe. Oh, verdomme. Scheidsie. Foei. Ja, eigenlijk voor Breukers, hè. Eigenlijk voor verdomme, dan moet hij 2-0 maken. Hetzelfde is voor Tim. Ja, we moeten die 2-0 maken voor verdomme. Moet hij 2-0 maken, dat is... Blijf klein maken, om een keer druk. Juist. Handelen, juist, hup, andere kant uit. Wat voor een man. Dat is goed gezien, Teun. Goed zo, Teun. Genieten. En naar binnen. Go. Ja! Breukje moet je eruit halen. Een eruit? Breuk. Dan moet je er sowieso uit halen. Gaan we schotsen aan zetten voor meneer. Ik zou... Ik een schotsje gaan spreken naar Roorten centraal, middenveld. Lucas Reed. Anders heb je niet. Ja, Elias heb je. Ja, ik zou dat doen, denk ik.
ik zou dat doen. Ubella en... Tim Rutte. Helemaal gek, jongen. Nou. Niks aan tunnen, lekker goed. Ja, cool. We hebben nog altijd, cool, altijd nog niet. We hebben nog een wisseling. We hebben nog een wisseling. Ja, één moment hebben we nog. First one in the row. You take a man, also. You take a man. This is free. And this is you are the on the side, the wall. Yeah. Yeah. That's and when it. We have corner, I say. Becker. You go. Yeah. Ask Tim. Yeah. I think the guys know it. Yeah. Okay. It's inside. Maar yeah. Dit is gewoon daar wordt de keeper geattaqueerd en daar fluit hij wel en nu is het voor ons is het niet. Kom maar. Ik ben de kant op. Ik ben geen zeiken. Hey. Come on. Jullie. Enjoy. Jackie. Patinama. 25. It's the left back. Ja, kom op. Left back, yeah? Binnen! You are your take a man, okay. Take a man there. Free side. Here's take a man. Yeah, okay, always take a man, and when you have corner, say the last. Yep, yep. Yeah? Yes. Okay. Hey. Good luck. Yeah? And enjoy. Hey, succes jongens. Succes jongens. Je bent Barça 1, 1-0. Goed. Ja? Goed, jongen. Dit is dit. Wij hebben twee. Hun hebben de eerste helft één mogelijkheid gehad, dat was een plattig schoot van zo'n 28 meter, 30 meter. Ja. En in de tweede helft ook een één schot. Dat is wat ze gehad hebben. Meer niet. Dus, goed toch? Dat zit goed. Ja, op laatst. In het begin nog niet, op laatst kwam je. Toen was je nog op laatst ging je. Ik heb een bal verkeerd door de eerste en tweede helft. Er zat heel veel ballen tussen. Maar ik nog niet. Wil ik nog wel niet. Zien dan nog wel. Gaan we kijken. Ik gaan heb kijken. Wel goed gevoel, juist op laatst had je een goed gevoel. Laatst was het? Laten we het laatste minuut bedoelen. Nee. Laatste stuk. Overal, daar zat je overal tussen, of zat je beter in je spel. Waarom komt het? Dat je... Nee, ik denk dat ik tweede helft wel goed. Maar de eerste helft? Waar komt dat de eerste helft op? Ja, geen idee. Nee. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.